We zijn hier in Grauw voor dag 7 van de Dutch Sailor Challenge. Vandaag gaan we een endurance varen hier in de haven van Grauw. Dat betekent dat de boten een uur lang zoveel mogelijk rondjes gaan varen. En om zoveel mogelijk een verdeling te creëren tussen de boten, begint het met een Le Mans start. Dat betekent dat elke boot één persoon heeft die gaat sprinten vanaf het zeilcentrum. Ja, de persoon die gaat sprinten, die moet een parcours van 1,2 kilometer afleggen. En vervolgens de boot aantikken, die dan mag vertrekken. En daarna gaan ze dus veel mogelijk rondjes varen in 1 uur. Vervolgens staat er een sprint op het programma. Vandaag hebben we nog maar 1 sprint over, namelijk tegen Liandon Solar Team. Dan weten we dus uiteindelijk de uitslag van het sprintklassement. Dus het wordt weer een leuke dag. Zojuist hebben we iets geraakt onder water, waardoor een van de breekpinnen op onze voorvleugel was doorgebroken. We hebben snel met z'n allen de boot uit het water getild, vleugel eraf gehaald, nieuwe breekpinnen erin, zodat we snel weer door konden varen. We liggen momenteel vlak achter de Midnight Sun, maar door de reparatie. Maar we hopen dat we het nog snel in kunnen halen, zodat we misschien nog een tweede plek kunnen bemachten in deze etappe. Een kleine orkaan hier in Grauw, maar toch een stabiele endurance gevaren. 1 uurtje hier, kleine track in Grauw. Ging best wel goed. We hebben wel even een klein spannend momentje gehad met die vleugel daar, maar als in het team is goed voorbereid, goede pitstop en direct terug verder. Het is dus even nog wachten op de uitslag, maar dat zien we deze avond. Nu zijn we het zonnedek aan het gebruiken om de hele accu terug vol te laden, want we zijn ons nu aan het voorbereiden voor de sprint. Die gaat hier ook gewoon door het centrum van Grauw en daar moeten we tegen Liandon sprinten. Wat opgeklaard, maar we hebben wat zwaar weer achter de rug. Vanochtend tijdens de endurance was het vrij regenachtig en het was een spannende strijd met heel veel boten hier in het water, in het haventje. Helaas hebben we wat onder water geraakt, waardoor een breekpin is gebroken. Dat is allemaal geen drama, want het hoort natuurlijk. Maar de boot moest wel deels uit water worden gehaald om de breekpin te vervangen. De piloot zat er nog in, dus dat zag er wel interessant uit. Uiteindelijk zijn we tweede geëindigd tijdens de endurance. Dus dat was allemaal niet zo erg voor het algemeen klassement gelukkig. Vervolgens hadden we een sprint tegen Liandon Solar Team. En die hebben we gewonnen. Dus we kunnen eigenlijk vrij tevreden zijn over vandaag. Morgen staat de allerlaatste beslissende etappe op het programma. Dan varen we naar Leeuwarden, waar de finish van de Dutch Sailor Challenge is. En dat wordt natuurlijk erg spannend. Het is eigenlijk een strijd tussen Klavis Victor Energy Solar Boat Team en ons. En we zullen zien wie uiteindelijk als winnaar naar buiten komt.